De man met de bijna mooiste voetbalnaam van Nederland is aanwezig in ons televisieprogramma Studio De Graafschap. We zijn aanwezig bij RKZ VZ in Zeeuwent. Christopher Fida, ben je hier ooit wel eens geweest? Goedenavond. Nee, ik ben nog nooit geweest. Maar wel gezellig hier, hè? Ja, zeker. In de kantine ook veel mensen, dus het wordt gezellig. Wij gaan zo dadelijk aan tafel praten over De Graafschap, want ze zijn door naar de volgende bekerronde. De thuiswedstrijd tegen Helmond Sport staat op het programma en er is natuurlijk nog veel meer nieuws rondom De Graafschap. Zo dadelijk, Studio De Graafschap bij RKZ VZ in Zeeuwent. Gielsing Herenmode in Didam is gespecialiseerd in vrijheidskleding in kleine en grote maat. U bent van harte welkom in onze winkel aan de Spoorstraat 11 in Didam. Bij Gielsing Herenmode vindt u de allernieuwste modetrends, ook voor business en trouwkleding. Daarnaast staan klantvriendelijkheid en eerlijk advies bij ons hoog in het vaandel. Gielsing Herenmode in Didam, voor de man die er graag goed gekleed en sportief uit wil zien. Er zijn nog steeds mensen die nog nooit bij de Wilse Bijenkorven was zijn. Onbegrijpelijk! En 20 ingerichte slaapkamers. Maar dit is een straat. Kom snel naar de Wilse Bijenkorf. Gielsing Herenmode in Didam. Voor de man die er graag goed gekleed en sportief uit wil zien. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verupa en Aalten en Gielsing Herenmode in Didam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio De Graafschap. Uiteraard weer op locatie en ditmaal zijn we te gast bij RKZ VZ in Zeeuwent. En weer vier tafelgasten. Graafschapper Christopher Fida, onze sidekick Paul Berndsen, Johnny Kuppers, de voorzitter van RKZ VZ, en Ben Klein-Goldenwijk, oud-keeper van De Graafschap. Heren, van harte welkom. Hallo. Ja. Ja. Voel je al een beetje dat VI-TV-gevoel of niet? Ik ben een beetje. Maar ja, feesten kunnen ze hier wel. Ja, jij lijkt ook al een beetje op Johan Derksen, dus ik denk... Hè? Klein beetje, zo zei ik snel, ik ben niet veel. Ik heb dat wel. Nee, maar we worden goed ontvangen overal. Ja, en de roem snelt ons vooruit, want ik werd er weer aangesproken. Volgende week wonen we de Sprinkhanen. Mm-hmm. En we gaan hier Laagdoek door. Ja. Maar dus clubs die nog willen, reageer snel, want vol is vol. Ja, dat klopt. Tot eind januari zitten we al sowieso vol, dus dat gaat goed. Heb jij nog feest gevierd? Ja, gisteren een beetje rustig aan. Rustig aan feest de overwinning gevierd, ja. Dat was zeker leuk, 4-1 winnen. Eindelijk een beetje hogere uitslag. Het was wel lekker voor het team. Ja, het was een nette uitslag, nette overwinning, toch? Ja, prima. Gewoon wel amateur team, maar je moest hem gewoon goed aanpakken. Had je er van tevoren voor getekend dat je met 4-1 zou kunnen winnen? Ja, zeker. Ik vond het gewoon prima. Want ze hebben wel Willem II uitgeschakeld, ja, Delta Sport. Dus het was gewoon een goede wedstrijd voor. Ja, jij hebt het natuurlijk ook gezien. Jij was een van de 1500 aanwezigen op de Vijverberg. Ja. Het leeft nog niet, hè, de beker. Nee, dat is bij De Graafschap is eigenlijk nooit echt een cupfighter geweest. Ik zou niet weten wanneer ze de laatste 16 voor de laatste keer gehaald hebben. Maar het was wel mooi. Maar die van Delta Sport, die leiden, waren mooie gasten. Dat waren feestgangers. Ik zei, het logo van AC Milan hadden ze gejat, hè? Ja. Wat, zei je? We zijn dan vanaf 1931. AC Milan is van ons gejat, maar... Ja, dat is echt, ik denk dat ze de juiste trainer hebben met die Ton Patinama. Patinama. Die dat kan is ook dat, het beste geweest. Ja, maar dat loopt een paar euro rond. En ze deden het licht uit, hè, in de business club. Ja, nu lijkt het toch of ik het laatste was, maar het was wel... in de bus gingen ze toen en waren toffe gasten. En ze zeiden, als we in Vlaardingen hadden gespeeld, dan hadden ze zich nog kansen toegedicht. Ze waren toch een beetje onder de indruk, want van het stadion, wat is een eerste klaster, maar hè? Mm-hmm. Dus Concordia wil, bij wijze van spreken, daar kun je ze mee vergelijken. Ja. Ah, dat is toch niet slecht, hè? Waar hoop jij nu op? Ja, ik zou het leuk vinden in Twente. Thuis of uit ook. Mm-hmm. Ik kom toch van Twente vandaan, zeg maar. Dus het zou zeker een leuke wedstrijd zijn. Maar ook als
Vitesse thuis, het volle stadion, dat is heel erg leuk. Ja, want jij hebt natuurlijk heel veel met Twente, je komt er vandaan. Ja. Denk je als de Graafschap thuis loodt tegen Vitesse of in jouw geval Twente, dat het de volle bak wordt? Ja, denk ik wel. Zeker tegen Vitesse. Mm-hmm. En wij gaan ook alles aan doen dat het zo blijft. Hoeveel kansen schat jij de Graafschap dan in? Dat ze een ronde doorkomen dan? Ja, ligt aan ons. Als wij goed compact spelen, dan kunnen wij gewoon goed doorgaan. Voel jij je sterk? Ja. Ja? Ik voel ons sterk. Mijzelf ook, maar gewoon het team. En wij zijn wel een jonge ploeg, dus kunnen wij nog wel groeien. Maar ik vind het een goede ploeg. Wij kunnen nog verder gaan. Gaan we zo dadelijk verder over praten. Ben Klein-Goldenwijk, oud-doelman van de Graafschap, ook oud-doelman van NEC Nijmegen. We hebben het nu over de beker tegen Delta Sport. Maar jij hebt ooit een bekerwedstrijdje gespeeld. Dat was in een iets wat groter stadion. Ja, dat is ook al even terug. Ja. Dus dat klopt, dat was een wedstrijdje tegen Barcelona. Geweldig. Ja. Jullie degradeerden dat seizoen Klopt. Met NEC Nijmegen. Ja. Jullie verloren de KNVB-finale, bekerfinale tegen Ajax. Ja. Maar ja, je mag wel Europa in. En hoe? Ja, en hoe? Goed, het is natuurlijk wel een plaatje. Eerste ronde Bram Bergen. Nou ja, goed, dat zegt niet alles. Maar de tweede ronde werd toch dan, je komt de eerste ronde door. En de tweede ronde hoop je gewoon toch wel op, op zo'n affiche. En ja, want uiteindelijk, ja goed, dit is gewoon leuk. En de eerste keer met NEC Europees, dat is historie. Dus, Hoop je dan niet nog een keer op een kleine club in die tweede ronde? Hoop je dan echt meteen, boem, wat Christoffer zegt, hup, meteen een topclub? Ja, als ik hem hoor praten, dan zeg ik van, god, laat Twente in de finale tegenkomen. Hè? Dus dat zou natuurlijk... maar nee, voor NEC volgens mij was het toen dus maar echt hopen op een... Als je er dan toch uitgaat, dan tegen echt een topclub. Het was meteen jouw hoogtepunt in je voetbalcarrière? Op voetbalgebied wel, ja. Ja, want, ja, hoger en beter kan het natuurlijk niet om in Camp Nou te spelen. Nee, dat, en zeker niet dus, maar dan voor een club dan, als NEC die voor de eerste keer Europees gaat en daarin geen ervaring heeft, is dit gewoon het, zeg maar. En het mooiste was, jullie waren niet eens kansloos. Dat waren we niet. Ik bedoel, thuis heb ik het dan van de zijkant gezien, maar dat stonden we met 2-0 voor. En verloren we dan wel met 3-2 en uit, ja. Het is wel zo, kijk, hadden wij gescoord, dan waren daar de mouwen ook opgestroopt. En dus echt kansen. Speelden ze op 40, 50, 60%? Ja, dat wil ik niet zeggen. Wij op 100, maar... en we hebben de kansen gehad in het begin van de wedstrijd. Alleen, Danny Hoekman, toch nog niet? Nee. John van Genen, die had dus de beste kans. Dus dat wel, maar ja goed, wat ik al zeg, het verschil was wel te voelen op het veld. Mm-hmm. Maar goed, het is... Is dat mooi? Prachtig, ja, mooie zeker. Verhalen. Zeker. Ja, Johnny Kuppers, voorzitter van RKZVC, daar hoor je al die verhalen. Jullie zitten ook nog in de beker. Wij zitten ook nog in de beker, ja. Ja, ja, eerste wedstrijd toch wel, of eerste winst in de pool, toch wel verrassend, FC Winterswijk. Hadden we toch wel gedacht dat het daar moeilijk tegen zou gaan. Maar we beginnen toch een beetje een angstgekner van Winterswijk te worden. Want elke keer is het prijs. Dus dat was in de beker ook weer. En we konden door. En de volgende wedstrijd tegen Lochem, daar gingen we toch ook wel vrij soepeltjes overheen, moet ik zeggen. Mm-hmm. Het was 2-0. Uitslag doet niet zo vermoeden. Maar ik heb daar aan de kant geen moment gedacht dat we niet door zouden gaan. Nee. Zit je ook nog eens in de Achterhoek? Achterhoek. Kan niet op voor RKZVC. Ja, druk. Ja, maar alleen maar mooi toch? Te ja, maar alleen maar mooi. Ja, tuurlijk. Je hebt een voetbalclub om te voetballen, dus doe dat dan ook zoveel mogelijk. Trainen hebben de jongens ook weer een broertje door aan, dus dan daar maar liever een wedstrijd. En de club leeft. En de club leeft. Ja. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, klopt. Altijd geweest toch? Altijd, ja. Ja, ik ben al een hele tijd hier in het bestuur. Ik ben van jongs af aan lid van de club. Toen mocht je als 8-jarig erbij. Dus dat hebben we inmiddels al dik 40 jaar, waarvan 20 jaar in het bestuur.
En nee, dat leeft altijd. Ergens FC staat ook voor ja, niet alleen voetballen met z'n allen, maar ook prestatie. We willen ook graag winnen en we willen een hoog niveau. Mm-hmm. We zijn op zich een klein clubje en nou, dan kijk waar onze eerste tegen voetbalt. Dat is 9 van de 10 keer kom je tegen clubs wel meer dan 1000 leden. Waar wij met onze 350 natuurlijk een klein clubje bij zijn. En dat dan toch voor elkaar krijgen om daar weer van te winnen. En we zijn ook nog vast van plan om in de bovenste regionen meer te gaan doen dit jaar. Ja, ik zit net een kijk op scorebord, man. De cameraman. Oh, daar zie ik het. Vuilnis. Ja. Een beetje moeilijke start. Ja. De laatste wedstrijd maar bovenaan staat. Ja, precies. Wordt er ook gepraat over fusies? Ja, daar wordt wel eens over gepraat, maar dat is hier in Oost-Gelre eigenlijk nog niet zo aan de orde. We hebben 8 verenigingen in Oost-Gelre. Die kunnen zich allemaal al redelijk goed redden. Ik verwacht wel dat de komende, nou, een bestek van 5 tot 10 jaar, dat er in de jeugdafdelingen wat gaat spelen, dat daar wat samenwerking zal zijn. Mm-hmm. Maar het gemeentebestuur heeft ook gezegd dat men eraan hecht dat elk kerkdorp, elke kern, zeg maar, nog zijn eigen voetbalclub houdt. Ook al voor een stukje sociale beleving van de kern op zich. Ja. Dus qua senioren zie ik dat nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren, maar in de jeugd is het goed mogelijk. Dat was toch, John? Ja, tenminste, in de wandelgangen hoor ik wel iets van die kant en van die kant zo een keer iets. Maar zijn dat geruchten? Of, Ja, er zijn wel wat gesprekken bezig om te kijken hoe we het kunnen gaan doen. Het is nu meestal ad hoc. Ik bedoel, voor 2 jaar geleden zaten wij moeilijk met ons B-elftal. Harreveld toevallig ook. Nou, dat komt dan op dat moment bij elkaar. In het komende jaar gaan wij samen met Harreveld een B-elftal in de been houden. Het jaar erop is de noodzaak er weer niet, want die leeftijden die verschillen dan iets. Kan daar precies in aangemaakt worden, hier past het precies en dan is het weer geweest. De club leeft in ieder geval, dat is heel belangrijk. De Graafschap leeft ook en ook de businessclub van de Graafschap. Dat hebben we vorige week gehoord van Vincent Immink, de voorzitter van de businessclub van de Superboeren. Onlangs was oud-wielrenner Gert Jacobs op bezoek bij zogeheten Happy Hour van de businessclub van de Graafschap. Natuurlijk waren wij er ook bij en wij gingen richting de Vijverberg, natuurlijk op de fiets. Gert Jacobs, je hebt net een lezing gehouden voor de businessclub van de Graafschap. Welke binding heb jij met de Achterhoek en de Graafschap? Nou ja, de binding die ik heb is sowieso Grols bier. En ik ging vroeger altijd naar concerten van Normaal. En ik ben jaren, ja nu nog, maar ze treden niet meer zoveel op. Jovink en de Voodoo Beatles, wat is nou natuurlijk de Zwarte Cross. Maar ik was een van de eersten die ook bij de Zwarte Cross altijd daar aanwezig was. Toen kon je 3 dagen feest vieren. En op maandags konden wij de tent nog in brand steken. Dat ging toen zo. En ja, dat is ongecompliceerd feest vieren. Nooit geen getrammeland. En ja, dat is gewoon een fantastisch volk en een fantastisch feest. Ja, en dat bindt mij enorm met de Achterhoekers. Ja, je bent eigenlijk meer een Achterhoeker dan een Drent. Nou ja, eigenlijk kun je dat wel bijna zeggen. Ik kwam hier vroeger ook wel eens met die kleine van mij, die is nu 22. En dat is al 15 jaar geleden. Toen was hij 6, 7 jaar. En dan, toen was hij Veltins sponsor. En daar kreeg ik dan kaarten van. En jongen, toen was het één kokende massa. Echt, nog nooit gezien. Auto's kon ik parkeren daar ook in die buurt. En dan liepen we hier naar het stadion, jongen. Dat was helemaal compleet uitverkocht. En dan, jullie hebben zo'n uitvak. Waar zit achter plastic glas. Nou, die kleine van mij, die heb ik daar, ja, nou 22, daar nog over. Want dat vergeet hij nooit meer. Want ik weet niet, volgens mij moest het tegen Feyenoord spelen of zo, jongen. Dat ging erbij aan, in dat uitvak. Ja, dat zijn onvergetelijke momenten. Daar krijg ik nou nog weer kippenvel van als ik dat zie. Het zou mooi zijn als de Graafschap dat weer terugkrijgt, hè. Die kolkende massa en ja, dat er gewoon één compleet feest is hier als voetbal wordt gespeeld. Ja, ja, ik denk dat die mannen, weet je wel, je moet ook weer de ambitie hebben voor teruggaan. En met elkaar ook gewoon de schouders eronder. Dat eraan moet je goed in het vaandel hebben. Niet op elkaar zitten te zeiken, maar gewoon... Er moet gewoon gewonnen worden. En niet zeggen van ja, we gaan het proberen in het weekend. Nee, joh, niks niet proberen. We leggen ze er gewoon op. En zorg dat je ook niet de trainer hoort zeggen. Ja, misschien na competitie speelt, jongen. Maar dat is de verkeerde doelstelling, hoor. Weet je, we moeten geen na competitie spelen. We moeten gewoon zorgen dat je aan de leiding staat. En dat je automatisch promoveert. En dan, ja, denk ik, het stadion ook zo weer vol. Maar ze moeten er wel in gaan geloven. En als dat geloof er is. Dan komt de rest vanzelf. Je hebt natuurlijk heel vaak de Tour de France gereden. Wat deed jij nou op een rustdag?
Ja, op de rustdag was het wel heel speciaal. Eigenlijk moest ik op de rustdag trainen. Ja, dat klopt ook. Maar ik deed trainen, niet op de fiets, maar met mijn vrouw. En dat ging er wel bij, kan ik je vertellen. Maar ik hield daar hele mooie lichtvederen beentjes aan over. Dus dat was altijd geslaagd. Dat ging helemaal goed. Christopher Vida, waar is dit de Graafschap toe in staat? Ja, ik vind gewoon wij proberen de stadion voor te maken. Nu is nog weinig wensen, maar wij doen alles aan dat stadion voor wordt. Dat is ook de doelstelling? Ja, dat is de doelstelling gelijk. En ook de doelstelling gewoon play-offs halen en dan proberen te promoveren. Ja. Mm-hmm. Zal leuk zijn en zeker, dat is de eerste doelstelling om play-offs halen na competitie. Ja. Hoe makkelijk is het voetbal op dit moment of is het helemaal niet zo makkelijk? Ja, is helemaal niet makkelijk. Sterke ploeg en eerste divisie is anders dan de eredivisie. Mm-hmm. Dus is wel lastig, maar we moeten gewoon volle bak doen. Wat zijn jouw sterke punten? Ja, ik kan goed scoren als ik goede ballen krijg. Ja. En ik vind gewoon hele tijd, ik werk hard, ik loop veel. Mm-hmm. De hele tijd tot de 90ste minuut probeer ik de team helpen. Ik doe alles aan dat wij winnen. Maar je moet natuurlijk een speler altijd op zijn sterkste punten benutten. Ja. Jij kan veel scoren. Ja. Wat zijn dan goede ballen voor jou? Ja, ik vind de goede ballen gewoon wanneer ik 1-1 kan tegen de keeper gaan. Gewoon, en dan moet ik gewoon rustig gaan afmaken. Daar ben ik wel goed in. Moet je daar dan meer op gaan spelen met het hele team? Dat jij meer in 1-1 positie komt? Eigenlijk niet. Gewoon moet goed lopen en dan alleen de ballen durven te geven. Als dat lukt, dan ga ik ook wel meer scoren. Ja, want ze hebben het gezegd aan het begin van het seizoen, Paul. Wij willen meer publiek richting de Vijverbergen. We willen aantrekkelijker voetballen. Toch is het vrij wisselvallig. Ja, maar dat is gisteren ook weer. De bal in de ploeg is heel belangrijk. Dat is denk ik een van de dingen waar ze mee beginnen. En dan durven ze op een gegeven moment die paas niet te geven. En dan geeft hij maar weer terug. En dan begint het publiek al bijna weer andere kant op. Maar dat is toch wel sterk. Ze kunnen de bal aardig lang. En hij zelf de bal hebt, dan hoef je er niet achteraan te rennen. Dat weet je ook wel, Vidal. Precies. Maar speel jij liever op rechts buiten dan of echt vast in de spits? Nee, ik speel zo liever met twee spitsen, want ik ben toch niet echt lang. Nee. Dus het is wel fijn als naast mij een lange spits speelt. Fits, en dan kan ik, ja, en dan kan ik gewoon omheen lopen. Ja, maar dat vind je jammer van voor mij, want dat is eigenlijk een echte spits. Ja, de kwaliteit is niet iedereen over eens, maar ik vind dat is een echte spits. Een target man, die moet echt vast in die punt van de spits. En als jij hem naar voren zet, of ik denk Kool of op de linksbuiten, dat die voorzet maar hard genoeg is en ik kom bij hem voor tegen het hoofd aan, dan gaat hij wel in. En maar dat gebeurt niet altijd. Nee, voor mij loopt vaak op de linksbuiten. En dan denk ik, ja, wat moet voor mij op linksbuiten? Ja, we hebben geen betere spelers, dus wij moeten vaak die ruimte inlopen. Ja, maar dan moet hij dus echt voor de goal komen, dan heet de kraag op. Ja, oké, daarom proberen we wel vaker dat ik in de hoeken loop en ik probeer de voorzet te geven en hij blijft voor de doel. Ja. Maar ja, soms moet hij gaan, want kan ik niet elke keer lopen. Nee, conditie. Ja. Nee, maar ik denk wel dat dat aardig is. En achterin hebben we een nieuwe Jan, hè? Jan Lammers. Nieuwe club-icoon, denk ik. Hè? Ja. Ik vind echt een mooie 7a ondernemerszoon van Kump Goed in de Kroeg van Brightside. Mooi man. Ik vind echt die Lammers staan, Jantje Lammers staan achterin. Dan hebben we Tjetje erbij en dan kan Pruppert iets meer naar het middenveld. Tjetje, hè? Ja, de Twin Tower, Ted van de Power. Ja, maar blieb Tedje vastgelegd. Dat blieb Tedje. En dat blieb Tedje. En dan denk ik dat we daar aardig van elkaar hebben. En dan kan er nog wat moois gewoon gebeuren. Is Brugge doorschuiven naar het middenveld? Ja, want hij was ooit bij ons in uitzending. Dat is zijn eigen voorkeur ook. Dat hij graag toch liever iets op het middenveld staat. Pieter? Robin Prupper. Oh ja. Prupper. Denken jullie dat het publiek van de Graafschap daarop zit te wachten op goed voetbal zoals op de school Nederland zelf al? Of hebben ze liever een type van Hans Kreider achterin staan? Van nou schaven en kijken naar die nul over. Dat woord dran past dat dan beter bij. Hè? Dan, ja, maar ik vind de mouwen opstropen en eerder met Van der Meet langs de kant of Popovic of wie dan ook weer. Dan, ja, dat zijn toch gasten die wat extra's brengen en dat ook overbrengen naar de spelers toe. Dus daarin ben ik het misschien een beetje met John eens van jongens, het wordt altijd wel van de buitenwacht wordt gezegd van jongens, nou huppakee, weer, de Vijverberg, dat is een verse, onneembaar. Ja, hoe kun je dat terug dan?
Ja, ze hebben gekozen voor Jan Vreeman, toch een rustige termine. Maar eerst die rust in de club is terug te brengen. En nu zie je ook gisteren heel veel jonge jongens. De jongen van Meurs en van dingen die invallen. Tommetje Menting, die een kans kregen en die toch. Ja. En Jan kent die jongens. En ik denk dat we zo moeten groeien. Want er is geen geld om een paar. Een Sjoerd Aas, bij wijze van spreken. Ja. Ik denk 1,5 ton. Maar dan koop je ook 30 goals mee. Misschien hadden we dat wat moeten doen. Maar ja, ik had ze niet. Nou, en in het verleden zie je ook wel dat de mensen, dus, en ik geloof dat er van de week nog aan de orde was, dat heel veel spelers, dus die nu elders goed voetballen, die dan uit de Achterhoek komen of bij de Graafschap vandaan. Afgevallen zijn. Afgevallen, ja, dat is de vraag dan. Van, dat is toch jammer? Dat gebeurt. De laatste tafel zijn we bij Sjoerd Overgoord, bij Gobert Eagles nu. Bij de Graafschap. Heb je de drie op het middenveld lopen. Huntelaartje, bij de Graafschap. En later knikken ze erin. Dus, zeg het maar. Als je dat weet, dan wordt het dan. Ik wil niet zeggen dat hij minder is, maar Duits duurt het goed. Ja. Er moeten wel meer gasten. Ja. De Leeuw. Op dat moment, toen ze bij de Graafschap speelden, moesten ze een keuze maken. Je kan beter een keuze maken dan geen keuze maken. Uiteindelijk is voor sommige mensen die keuze niet goed uitgevallen. Maar er is een keuze gemaakt. Ja. Hij voldeed op dat moment niet 100%. Ja, dan moet je toch ook doorgaan? Ja, tuurlijk moet je doorgaan. En nu, dus durven vind ik dat wel fijn. Jan kent die jongens van, er zitten iets meer erachter. En we bouwen het heel langzaam op. En we komen van heel ver weg. Dus straks, de hoogtepunt is weer net zo Fijn maar dat is wel mooi. Uit de club in elkaar kunt halen. Ja. Zoals Krek is dan naar NEC en is toch ook wel weer jammer dat zo'n jong dus helemaal dan op zo'n vroege leeftijd dan weggeeft. Ja, Krek en Breinburg. Maar ik mag Krek zeggen. Maar voor de kijkers thuis. Over de kijkers thuis, maar ik zag vorige week voetballen, NEC tegen Den Bosch. En dan is het toch dus helemaal dat denk van, dat is toch jammer dat zo'n jong dus hier in Doetinchem dus helemaal weggegaan is. Of weggegaan is, of weg mos, of te duur werd. Of zijn contract liep af. Hij had geen zin om het te verlengen. En hij wilde een stapje hoger. En hij vindt op dit moment NEC een stapje hoger. Dus ook dat is zijn goed recht natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar dan is, wat doet met de Graafschap eraan om hem toch te behouden? Toekomst. Waarschijnlijk hebben ze alles geprobeerd, maar was hij niet meer te behouden. Ja. Ik denk dat je dat ook niet moet proberen. Ik bedoel, wat je terecht al zegt, geld is er niet veel bij de Graafschap op het moment. En met die toeschouwersaantallen wordt het ook niet snel beter. Ja, dan denk ik dat je toch heel erg op scouting moet tellen. En wat dat betreft verbaast het me wel eens dat ze al met die hele kleine jeugd aan scouten zijn. Als ik het moest doen, ik ging zondagmiddag de voetbalvelden af, de eerste elftallen af. En kijk eens wat daar rondloopt. Wij zijn vorig jaar een hele goede speler kwijt geworden. Sjoerd Storkost, die kon naar Grol, die kon naar Longa, die kon naar AZSV. Maar de Graafschap heb ik niet gehoord. Nou, Sjoerd is helaas een beetje in de blessurebak terechtgekomen. Dus daar is van het jaar nog weinig aan het spelen gekomen. Maar ik heb me in die periode afgevraagd. Volgens mij kan ik bij de Graafschap ook redden. Maar dat hoor je zelden. Ik denk dat het verschil toch dat je er iets te makkelijk over denkt. Ik denk over aardig makkelijk. Dat is ook mooi. maar dat is. Als ik hem wat op televisie zie, denk ik wel eens van. Had ik ook wel gekund. Ik denk dat. Maar toch gebeurt dat niet. En wel jeugd ophalen van 8, 9, 10 jaar die de puberteit nog in moeten, die nog van alles tegenkomen. Als de Graafschap ze nu niet ophaalt, dan haalt FC Twente ze op of haalt Vitesse ze op. En daarom gaan ze steeds vroeger. Maar dat ligt dan bij de KNVB dan? De KNVB bepaalt van wat voor leeftijd dus en mijn kinderen dan dus eigenlijk dan naar een BVO ermer. Als daar dus wat aangedaan wordt, dan kom je dus maar toch. Ik was 16 of zo toen ik naar de Graafschap ging. Dus Dave Bus was 25. Er liep geen bus naar Zoonten. Dus, Dave Bus was 25 of niet? Hoe oud was die? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus dat jij ook een zeldzaamheid aan. Het is een uitzondering. Ik denk dat de regel moet worden. Scheelt je een boel kapitaal aan jeugdopleiding. Ze zijn de puberteit allemaal door. En je kunt veel beter zien wie er goed wordt en wie niet goed wordt. Nou moet je gewoon 5, 6 jaar vooruit kijken. Ja, dat is gewoon moeilijk. Ja, vallen er wel heel veel af. Ja. We zullen binnenkort eens een scout vragen. Christophe was 16 toen je Hongarije verliet. Ja. Ik was 16 toen naar 20 ging. Ja, maar je was de 20 scout of dacht je zelf? Ja, ik had gewoon een interlandse wedstrijd en was een scout van 20 daar. En toen zei hij tegen mij dat hij wil graag dat ik stage loop bij Twente. En dan toen liep ik een week stage en dan kreeg ik om te horen dat
goed genoeg was. En dan in de zomer hebben ze mij gehaald. Ja, en dan kom je bij een gastgezin? Ja, ja. Ja, de eerste drie weken was wel lastig. Ja? Was ik alleen in een hotel. Dat zei Jonaport. Ik kon geen Engels, geen Duits. Nee. maar moet je ook studeren of mag je dan alleen maar trainen? Of nee, het was gewoon zo. De eerste twee jaar zat ik op een internationale school. Dus leerde ik alleen bijna Nederlands en nog rekening en dat soort dingen. Ja, maar je kunt goed Nederlands nu. Ja, ik heb wel hard gewerkt. Ik had 17 Nederlandse lessen per week, dus dat is wel genoeg. En dan nu zit ik op Johan Cruijff College, dus ik studeer nog even sport en business. Online? Ja, ik ga één keer per week waarschijnlijk naar Enschede toe, want ik zit daar op school. En dan gewoon even vragen wat ik moet leren en dan de toetsen maken. Maar het is toch de combinatie, hè? Dus voetbal of sport en... Ja, topsport met scholen. Ja. Ja. Dus eigenlijk hoef ik niet zo veel op school te zijn. Nee. Alleen, zij helpen in alles. Dus ik moet gewoon goede cijfers halen en dan lukt alles. Zo zie je maar weer. De jongens van de Graafschap zijn tegenwoordig geschoold. En anders kan hij altijd een fotomodel worden. Wie weet dus wat voor moois de superboeren nog allemaal gaan brengen. Zo dadelijk zijn we terug met het tweede gedeelte van Studio de Graafschap. Graag, tot zo dadelijk. Kom ook naar de spectaculaire open stoelendagen van Arc & Shell in Ulft. De erkende zitspecialist van Oost-Gelderland. Bij ons heeft u geen lidmaatschap nodig en krijgt u maar liefst €300 korting op de inruil van uw huidige sta-op- en trippelstoelen. www.arkenshell.zwa.nl. Er zijn nog steeds mensen die nog nooit bij de Wilse Bijenkorven West zijn. Onbegrijpelijk! En 20 ingerichte slaapkamers. Maar dit is een straat. Kom snel naar de Wilse Bijenkorf. Spectaculaire open stoelendagen. Donderdag 30 en vrijdag 31 oktober bij Arc & Shell in Ulft. Gezellig hier in de kantine van RKZVC in Zieuwent met onze vier tafelgasten. Welkom terug bij Studio de Graafschap. Ben Kleink-Holdewijk, ben je altijd in de voetballerij gebleven en ook in de keepers? In de voetballerij? Nee, ik naast toen ik gestopt ben met voetbal ben ik natuurlijk een baan gaan zoeken en die heb ik dan ook wel gevonden. Daarnaast, ja goed, ik, op dit moment, toen heb ik de laatste 8-9 jaar heb ik voor Twente dus heb ik dan de jeugdkeepers geschouwd. Mm-hmm. Dus dat, dat deed erbij. En vorig jaar trainde ik hier dan nog de selectiekeepers. En daar hebben we zo links en rechts wel gedaan. Op dit moment doe ik dat niet meer. Druk. Wat is jouw binding nog met de Graafschap? Wat is mijn binding met de Graafschap? Op zich niet zo. Nee, ik volg ze natuurlijk wel. Zo heel af en toe dan gaan we eens een wedstrijdje kijken. Maar het kan zijn binnenkort weer tegen Den Bosch. Maar het heeft meer te maken dat ik een klein beetje fan ben van Den Bosch geworden ben. Omdat de vriend van mijn dochter dus helemaal daar voetbalt. Wie? Joey Belteman. Dus zodoende kom ik misschien nog wel eens op de Vijverberg. Mm-hmm. Uit Zeeuwens, by the way. Ja. Dus, Zo zie je maar dat de Achterhoek veel goede voetballers voortbrengt. Ja, ja. Maar dat is hier ook in dit dorpje. Hè? Als je ziet wat daar dus dan eigenlijk toch links en rechts dus dan naar een BNVO gegaan is, dan is dat toch behoorlijk. En zeker wat John straks ook al zei van zo'n kleine vereniging, er loopt toch veel talent rond. Maar jij zelf ook hier natuurlijk uit de regio. Kan jij niet wat doen dan in de scouting voor de Graafschap? Ja, ik kan niet voor twee BVO's aan de slag gaan. Dat, maar je bent op dit moment vrij? Op dit moment doe ik niet zoveel daarin. Maar goed, er zijn meerdere clubs. Er zijn wat gesprekken die moeten nog gevoerd worden. Dus, niet met de Graafschap? Nee. Wel nodig, of niet? Scouts? Ja,
Ja, we moeten het van onze jeugd hebben. Dus het is wel belangrijk dat we goede scouting hebben. En dat is een man met een hoop ervaring en de contacten overal, hoor je toch? Twente, mm-hmm. De Bos, Turk in de Gauwheid, NEC. Ja, dat is toch belangrijk. Maar gisteren stonden dinges in de goal weer, hè? Heer de Jurjes, ja. Heb je positief verrast. Heel goede trap. Hè? Hij kon snel inspelen en zo. Hij was ook eigenlijk nummer 1. Ja, dat klopt. De eerste wedstrijd laat hij geblesseerd. Bij hem uit. Ja. Dus hij zal nu... Wordt daarover gepraat in de spelersgroep, van wie eerste keeper moet zijn? Ja, het was gewoon tussen de trainers en de keepers, wie de eerste keeper wordt. Maar wij waren niet gevraagd. Dus begin van de seizoen hoorden wij dat Hide wordt de eerste keeper. Ja. Maar toen speelde hij 45 minuten en raakte geblesseerd. Mm-hmm. Maar hij deed het goed tegen Delta Sport. Ja, vandaag. Dus het wordt heel interessant wie er zaterdag tegen Helmond Sport onder de lat staat bij de Graafschap. Ja, zeker. Wij weten nog ook niet wie daar staat. Natuurlijk, de ding is nog geblesseerd, hij kan niet trainen, mm-hmm. Dus dit zaterdag tegen er nog in. Ja, hij heeft last van de knie. Maar of hij blijvend dan is, Paul? He? Ja, ja. Blijf het eerste keeper dan. Als hij zaterdag weer goed doet. Dan, ja. Hij zal nog eens een kans moeten grijpen, hè? We kunnen een keer geblesseerd uitgevallen, maar dan moet hij hem pakken. Ja. Nou, hij is in de voorbereiding toch bewezen, dus, maar, of tenminste hij heeft... Dat hij eerste keeper zou zijn. Dus, ja, of dus, maar ik hoop dat hij zaterdag keept. Maar Jesper was aan het knie, op jouw vraag. Ja, knie. Oh, ja. Okay. Nou, dat is jammer voor hem. Er staan leuke wedstrijden voor de boeg. Zaterdag thuis tegen Helmond Sport. Zaterdag daarop thuis tegen Sparta Rotterdam. Dus met Delta Sport voor de beker 3 thuiswedstrijden achter elkaar. Helmond Sport en Sparta, daar kan je wel heel makkelijk zeggen van ja, met 2 vingers in de neus. Want zo denk jij altijd, hè? Maar is allemaal wel zo makkelijk? Of vandaar die neus? Ik dacht meer veel. Nee, ja, Helmond Sport denk ik dat toch. Ja, dat we iets meer durf moeten hebben. Dat we Helmond Sport moeten kunnen pakken. Nou, zeker thuis. Ja? En Sparta is natuurlijk iets ander kaliber. Nou, ik vind trouwens NEC en Roda die sterker. Maar het is meteen Volendam. Hij had ook het gevoel dat hij helemaal. Erachteraan liep. Ja, ik had Fox Sport, de eerste helft vond ik minimaal van jullie. Ja, de tweede helft was heel anders. Hè? Ja, hoe kan dat weer dan? Ja, weten wij ook niet. Gewoon, wij komen uit de kleedkamer en de tweede helft is gewoon een andere wedstrijd. En dan hadden wij de hele tijd de bal, wij hadden alle duels gewonnen en opeens kansen. Maar ja, wij hebben weinig afgemaakt, het was niet genoeg. Want als wij zo'n eerste helft spelen, geven wij 2 doelpunten weg. Daarna moeten wij van 0-2... beginnen en dat is al niet zo fijn. Maar moeten jullie met meer durf spelen? Ik vind dat wij moeten wel meer durf spelen, zeker vooruit. Die passen tussendoor, die is wel belangrijk wat wij kunnen krijgen. Maar ja, die eerste helft moeten wij zeker verbeteren. Hoe kan je dat motiveren, dat ze met meer durf, oftewel dran, gaan voetballen, Ben? Ja, nou ja. Ik bedoel, ze maken het zelf dus nu mee, wat Vida zegt, van, dat je de tweede helft loopt het wel. Waarom? Dat zullen ze waarschijnlijk zelf ook wel weten. Dat er misschien net iets, dat pasje extra, het afdwingen. Ja, goed, hoe begin je de wedstrijd? Ik denk, ja, nou, hoe bereid je je voor? Maar het is ook een stukje, ik denk dat van de trainer en al, dat er toch iets is van, jongens, nou, het is drop of eronder. En dat dran, dat, ik weet niet of al die jonge jongens dat echt vaak is het natuurlijk kennen. Ook zo, het inpassen van 1 of 2 nieuwe spelers, wellicht door blessures of schorsingen. Hè, op dit moment heb je het bijvoorbeeld over een keeper, Heer de Jurjes, en over een Jan Lammers die je centraal achterin zet. Dus wat ga je met Robin Pruppen doen? Ook zoiets zou natuurlijk het laatste stukje van de puzzel kunnen zijn. Ja, het zou best kunnen dat Robin dan beter uit de verf komt op het middenveld. Terwijl hij dan daarvoor dus hard nodig is achter. Mm-hmm. Ik denk dat het eerste is het voorkomen dus, zeg maar, van doelpunten. Want in het verleden, je kunt wel zeggen van jongens, we gaan alles lekker op de aanval. Maar daar schooi je ook geen punten mee. En dat heeft het verleden ook wel bewezen. Dat men zegt van mooi voetbal. Toen kwam er een switch in de trainers. En toen ging men massaal achterin staan. Een soort handbaldekking. En toen pakten ze punten. Toen die zeggen dat het mooi is. Maar als je ergens in wil blijven. Dan is het toch punten op dat moment. Ja.
Nee, maar ik denk dat ze de eerste helft toch iets te angstig waren. Dat in Volendam, dat is toch een beetje dachten. Ja, dus en dan de tweede helft denk je, ja, we staan tot 2-0 achter, dus er kan niks meer gebeuren. Dus dan maar, hoppakee. En er is dat gebrek aan ervaring dan. Dat is een stukje zelfvertrouwen ook, denk ik. Zelfvertrouwen, een beetje jong. En dan, want we hebben ook nog Kaflan, is ook goed bezig. Heel tegen gisteren gespeeld, ook een hele goede partij. Maar die kun je ook nog op middenveld zetten. Nee, hij is eigenlijk middenvelder. Ja. Alleen omdat Milan is geblesseerd. Ja. Massop. Dan kunnen we met Van der Paal misschien ook nog. Massop hebben we ook nog. Heel blij. Je praat allemaal over 2021, 2022 jaar. Hè? Weinig meegemaakt zeg maar, op dat gebied, of op voetbalgebied. Dit is een paar rotten, dus zeg maar, daar een as van ervaring is misschien dan ook wel gewenst. Of, maar ja, daar heeft misschien meer met geld aan. Ja, dat is de enige die we hebben, is Linssen. Qua ervaring. Maar die is ook veel geblesseerd. En ook, maar Linssen heeft een keer op een item gezegd, hij is druk om de boel recht te zetten en zo. Tijdens de wedstrijd in het veld. Maar dan moet je niet te druk mee zijn. Wel nodig. Nee. Heb je wel nodig, toch? Ja, iemand coacht de hele tijd. Is wel, wordt er te weinig gecoacht dan binnen het team? Nog wel, ja. Wij werken aan dat meer wordt gepraat op veld, maar is nog wel weinig. Ja. Want dat helpt echt, hè? Die helpt echt veel. Goed neerzetten, het coachen. En Eshiraf dan? Die doet ook niet sturen? Wie? Eshiraf. Soufiane Eshiraf. Soufiane? Ja, niet echt. Nee. Klik. Soef. Vroeger had je een andere Soefie, daar was Hans Schaal gebeld. Oh, dat is ook een Soefie. Blijven dan. Nu hebben we onze eigen Soef. Ik hoor eerst. Hier gaan ze gewoon door hoor aan tafel. Maar u heeft natuurlijk de prijsvraag nog te goed. De vraag van vorige week luidde: wanneer werd de Graafschap voor het laatst kampioen? Nou, dat is een paar jaar geleden, 4 jaar geleden. En de naam van de winnaar of winnares verschijnt op dit moment onder in beeld. En diegene wint zonder heerlijke De Graafschap taart om de vingers bij af te likken. En die krijgt ook nog eens van De Graafschap 2 businessclubkaarten voor het thuiswedstrijd van de Superboeren. Dus hierbij van harte gefeliciteerd. Wij gaan naar de vraag voor deze week. Van welke club is Christopher Fida afkomstig? Dan kunt u het opschrijven van welke Nederlandse club. En weet u dan de Hongaarse club waar die afkomstig van is? Nou, dan maakt u helemaal kans op die heerlijke De Graafschap taart. Dus van welke club is Christopher Fida afkomstig? Stuur het juiste antwoord naar prijsvraag@focus.tv. En wie weet maakt u kans op die heerlijke, heerlijke De Graafschap taart. En die 2 businessclubkaarten voor een thuiswedstrijd. Ik heb het al vaker aangekondigd. Tim Bakens is hot. Dat was hij al als voetballer, maar nu nog steeds als accountmanager. Hij neemt ons elke week mee voor een kijkje achter de schermen van Stadion De Vijverberg. En ja, het is echt waar. De post rijdt af en aan bij Focus TV. De postvakken zakken vol, die komen echt binnen voor Tim Bakens. Vidal, bedankt voor alle postzakken die ik van je heb gekregen. Ga ik zeer binnenkort even doornemen en daar kom ik dan later bij je op terug. Vandaag staan we in de grootste skybox van De Graafschap en eigenlijk van Nederland. Dat zeggen we ook tegen de sponsoren die bij ons komen en die zeggen dat we geen skybox hebben. Maar dit is de grootste skybox van Nederland. Dit is de JPR Lounge, het hoogste segment voor sponsorgebied. Hier worden de klanten in de watten gelegd. In de prijs zit eigenlijk drank begrepen. De mooiste stoelen in het stadion zijn hier. En als ze willen kan hier ook nog gegeten worden. Dit is dus de tweede verdieping. Het verschil met de eerste verdieping is de service die men hier krijgt en ook de prijs die men hier betaalt. Bij de eerste verdieping zitten eigenlijk de stoelen inbegrepen, maar de drank en dat soort dingetjes die moeten ze zelf nog betalen. En hier komen ze eigenlijk met de roltrap naar boven en wordt alles voor ze geregeld. Buiten de wedstrijden om worden hier ook vergaderingen gehouden. Dan kan deze ruimte afgehuurd worden en dan kunnen ze presentaties houden. Of eigenlijk een eigen invulling geven aan deze ruimte. Maar dat is allemaal, het zit allemaal eigenlijk in het budget van het sponsorschap. Tijdens de wedstrijden loop ik hier ook rond. Ben ik eigenlijk benieuwd hoe het met de sponsoren gaat. Maak ik een praatje met ze. Vraag ik wat ze van de wedstrijd vinden. Kunnen we een beetje filosoferen over het voetbal. Of over het zakelijke. Dat is ook net waar de wens van de klant eigenlijk ligt. Dus ja, zo passen we ons helemaal aan de klant. Nou, zoals ik net al zei, alle drank is hier inbegrepen. Dus ik ga even alle brieven doornemen onder het genot van een biertje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. De groeten. Yeah!
Proost jongens. Ja, proost, zo gaat het hier in de Zuurmondse kantine. Altijd feest en een gezellig biertje erbij. Proost jullie. Studio De Graafschap, natuurlijk. Christoffer, ja, Helmond Sport en Sparta. De mensen zeggen dan van het liefst 6 punten. Denken jullie ook zo? Ja, wij denken ook zo. Deze wedstrijd zijn we wel goed in. Dus we halen wel veel punten thuis. En ik denk, ja, Helmond Sport staat wel bijna onderaan. Dus moeten wij hebben. Sparta wordt wel een ander verhaal. Is wel lastiger. Maar ik denk, als wij goed voor staan, thuis kunnen wij hebben. En dan willen jullie zaterdag het publiek vermaken. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, aanvallen spelen. Proberen goed spelen. En... gewoon winnen en daarna tegen Sparta meer supporters. Naast je zit een oud keeper die zegt verdedigen is ook heel belangrijk. Ja, verdedigen is belangrijk. Maar als je altijd meer doelpunten schiet, dan vind je tegen krijgt. Als je winnen moet scoren, dat wel. Ja, maar ja. Ben, daaraan is toch en verdedigen en aanvallen? Ja, dat klopt wel. Zeker. Maar voor zaterdag, ik weet niet of er veel publiek komt. Ja, want dat is ook nog de vraag, hè? Dat is ook nog de vraag, ja. Hier vlakbij is er ook een andere topper. Ja. Ja, Longa Grol. Dus dat is natuurlijk wel zaterdagavond, 6 uur. Kraken, verwachten ze 3000 man? Minimaal. Maar ja, dat hopen ze op de Vijverberg ook te verwachten, minimaal 3000 man. En waarom is dat zaterdagavond 6 uur dan? Die, nou, dat is gewoon, gewoon eigenlijk voor omdat iedereen daar naartoe kan. Ja, ja, ja. Dan wordt het niet op zondagmiddag gespeeld, maar dan is iedereen is vrij zaterdag. Laten we maar op zaterdag ben je Duits, spelen. Hè? Ben je Duits, hè? Ja, ben ja, ja. Ja. Duits. Want jij gaat er ook heen, Johnny? Ik ga er ook heen, ja. Ja, daar kan ik normaal nooit komen, want dat is altijd een wedstrijd van onze gasten natuurlijk op zondagmiddag. Maar dit is een buitenkansje, dat ik wel even meemaak. Ja. Nou ja, de trainer uit Zuurmond, tenminste bij Grol. Ja. Nou, en naar Jos, maar ja, helaas, Jos die voetbalt dan even niet. Maar dus wat verwacht jij dan, omdat anderhalf uur later op de Vijverberg een wedstrijd begint, verwacht jij dat ze heel veel publiek wegtrekken vanuit Doetinchem? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat Longa Grol een wedstrijd is die in het Oost-Gelderse hier in de gemeente heel erg leeft. Misschien nog een stukje daarbuiten. Maar je moet dan wel een binding hebben met Lichtenvoorde of met Groenlo om daar naartoe te gaan. Dus mm-hmm. Ik verwacht niet dat er in één keer nou bussen vol uit Doetinchem richting Lichtenvoorde gaan. Dat vult me mee wel. Meestal is het zo dat er van hieruit bussen richting de Vijverberg rijden. Bij thuiswedstrijd van de Graafschap. Ik ben bang dat ook dat niet het geval is. Ja, het is een busje rot wel. Ja, dat wel. Zaterdag helemaal. Maar ze doen er alles aan om de Vijverberg vol te spelen. Ja, even over die derby's nog. Afgelopen zondag ben ik nog geweest bij Overweer DWC. Mm-hmm. 3-2 op laatst. Ja, dat is, een derby is altijd, zeker voor die dorpjes en de mensen elkaar kennen, is altijd leuk. Maar die Vijverberg, daar hebben we even tijd nodig voor dat weer volstroomt. We hebben met geweld geprobeerd die mensen weg te jagen. Ik heb wel gezegd, de echte fans die zijn gebleven. Dus er waren die 1500 echt. Dirk Haan sprak ook nog van de week. Die zei, die mensen die nu zijn kriegen allemaal. En die doen we even, dat we straks beloond. Hij nu nog heel lief komen. Ja. En dat straks weer winnen gaat, dan komen al de jeugdtoeschouwers. Dan heb iedereen weer terug en hebben we weer een volle Vijverberg. Maar alleen dat liggen hun. Je moet die anderen niet tekort doen, hè, wie er nu niet zijn. Hè? Ik bedoel, want dat is dus eigenlijk naar aanleiding van wat er op het veld gebeurt. Dit is toch gewoon zo. Ik kan wel zeggen van ja, wat er nu zit, dat bent aan de echte fans. Maar ik vind dat daar doe je de mensen weer normaal gesproken. Eigenlijk, als het gewoon goed loopt, doe je tekort, vind ik. Ja, dat is mijn mening dan. Ja, dat mag ook. Maar je bent gewoon in de club voor het voetballen. En de Graafschap zal nooit, als je de statistieken bekijkt, hebben we langer in de eerste divisie gevoetbald dan in de eredivisie. Ja. Alleen we waren een beetje verwend de laatste tijd dat de goede kant op ging en we lieten ons helemaal gek maken, een nieuw stadion en we zaten al Europees voetbal een beetje te denken. Maar dat is gewoon een stap te ver. We hebben gewoon hier de pech dat we relatief dun bevolkt. Er zijn weinig grote bedrijven hier, weinig hoop sponsorgeld en dat breekt ons op. Nou, concurrentie misschien van Vitesse, van Twente, van Go Ahead. Ja, en dan is het heel snel zeg maar, van hier vanuit Zuurt Lichtenvoorde is de sprong dat wij straks zelf vertelden. Naar Enschede is het 40 kilometer en naar Deventer is het allemaal dichterbij. Ja. En als de eredivisie is en door de eerste divisie, dan kiezen we weer. Als je Feyenoord kunt zien of Telstar of Eindhoven, ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Ja. Ah, je zegt dat er weinig grote sponsors in de buurt zit. Ik denk dat er toch het bedrijfsleven in de Achterhoek best wel vrij groot is hoor. Jullie hadden op een gegeven moment, of de Graafschap hadden een hele grote sponsoring, Centric.
Nu wil ze het dan bemoeien met het technische beleid, als ik het goed heb. Waar is dat probleem mee? Daar viel mij vorige week ook op. Daar hier de voorzitter van de businessclub aan tafel. Mm-hmm. Die zegt, ja, maar wij mogen ons niet met het technisch beleid bemoeien. Waarom niet? Bij ons zit de hoofdsponsor in een commissie, in een denktank. En die komen twee keer per jaar bij elkaar en die spuien. Nou, laat maar horen. Vind ik mooi. Hoe meer opmerkingen en dingen die aangedragen zijn, hoe liever dat mis. Als je er wat mee doet, is wat anders. Maar laat zo'n man toch meepraten. En laat zo'n hele businessclub meepraten. Dat is toch mooi. We hebben 15 miljoen bondscoaches. Die moeten ook binnen de Graafschap mee kunnen praten. Ben je het daarmee eens, Paul? Ja, dat is even een lastige. Ja, ik wil mezelf ook altijd graag over me bemoeien. En of dat altijd goed is, dat werkt altijd niet. Het kan niet zo zijn dat iedereen door, maar wat er belangrijk in is, dat is er moet een beleid zijn bij zo'n club. En dat is op het moment bij de Graafschap volgens mij nog niet helemaal duidelijk. Er moet goed beleid zijn en dan moet er op kantoor, of er moet iemand zijn ook, die dat controleert en die de baas speelt. En dan moet je zeg maar iemand echt in de gaten houden, dan moet je s'morgens om 7 uur binnenkomen. Ook zoals om 8 uur. Ja. En dan moest dat werk zijn. Maar waarom deed die voorzitter van de businessclub daar zo krampachtig over toen je vorige week vroeg van, over een bepaalde voetbaltechnische zaak? Is dat een intern stuk of zoiets? Van jullie hebben je niet te bemoeien met het technisch beleid hier? Ik zou zeggen, hoe meer meningen, hoe liever dat me is en dan pak ik de goede eruit. Ja, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat is niet mijn pakje aan wat Vincent erin bedoeld heeft of hoe dat er zit. Daar durf ik niks van te zeggen. Dat werkt niet. Maar ik denk niet dat ze op zitten wachten dat. Natuurlijk, iedereen zegt zijn mening en iedereen weet precies hoe het moet. Maar dat kan niet zo zijn dat zo'n trainer, of dat iedereen mee kan bemoeien. Van een vierdaadje spits of links buiten. Dat kan toch niet? Ja goed, maar als die trainer dan na het zijn eigen pad maar loopt. Maar ik zou zeggen, hoe meer meningen, hoe liever. Ja, en toch, een club moet volgens mij hebben, niet alleen, ja klinkt een beetje, natuurlijk het stadion moet vol zijn voor de sfeer. Maar daar komt het geld niet vandaan. Dus je moet toch eigenlijk de sponsoren aan je zien te binden. Ja, ze moeten iets creatiefs bedenken hebben voor een hoop geld binnen kunnen. En als die niet plezier met je om een beetje over de elftal te liggen katten, dan moet ze dat zelf weer. En zo heeft iedereen binding met de Graafschap. Ja. Dat is wel het mooie eraan, ook wat John net zegt. Die club leeft wel. Ja, precies. Ja. Merk je dat? Wat is het verschil tussen Twente en de Graafschap? Ja, ik vind het Graafschap meer familie. Twente is meer zakelijk en binnen de club, binnen het team vind ik zelf dat wij meer met elkaar zijn, meer programma's maken en goede sfeer. Leeft de Graafschap? Zeker. Waarom? Ja. Waar kan je dat aan merken? Gewoon merken in de ploeg, op elkaar merken dat je voor elkaar vecht. Merk je het ook als je in de supermarkt loopt? Soms. Soms kom je tegen dat mensen laten je stoppen. En dan voelt het anders, want ik speelde ook bij Jong Twente. Mm-hmm. En ja, daar was je niet voor eerste team. Mm-hmm. Kende de mensen niet echt, maar nu wel meer mensen. En dat is wel echt wel leuk. Mensen spelen zaterdag thuis tegen Helmond Sport. Wat verwacht jij? Nou goed, na de winst dus, zeg maar, van gisteren is dat natuurlijk wel een hele mooie wedstrijd geweest dan. En dan zeg ik, ja, dan zou ik denken van dan moet je eigenlijk met dezelfde cijfers kunnen winnen. John, wat verwacht jij? Graafschap Helmond Sport? Schema's voor en achter en dran en dan gewoon met 5-0 winnen. Nee, ik denk een eerste helft zullen ze weer rustig beginnen, denk ik weer. Maar dat is ook een beetje zo is in de ploeg. Denk. Bal in de ploeg houden, rustig beginnen. Ja, dat wel, en tweede helft dan naar de spinnenkop toe en hop een keer. Als je met 2-0 in de rust gaan gaan, dat is wel fijner. Ja. 2-0 en aan de tweede helft dan gaat het 2-0 weer. Wie wordt de topscorer bij de Graafschap aan het eind van het seizoen? Ja, hopelijk ik. Ja? De man met de bijna mooiste voetbalnaam van Nederland, hè? Hij mist een letter. Nee. Hè? Fidali. Ja, zo gaat dat. Ja, ooit aangekondigd als de topspits van Sint Joris, maar dat is nooit gelukt, Fidal. Een paar jaar geleden. Ja. Het zij zo. Wilt u ook een uitzending van Studio De Graafschap bijwonen? Dat kan. Volgende week woensdagavond zijn wij aanwezig in Nieuw-Dijk bij de Sprinkhanen. Kom dan op tijd, want vol is vol en gezellig. Dat is het echt elke week. John, ik mag een groot aantal jeugdleden van RKZVC blij maken. Met kaarten voor een thuiswedstrijd voor de Graafschap. Dus daar mag voor geklapt worden hier.
uiteraard aangeboden ook door de Graafschap. Blijf ons volgen. Dat kan op onze website focus.tv, dat kan op Facebook en dat kan op Twitter. En graag zien wij u de volgende keer weer terug bij de nieuwe aflevering van Studio de Graafschap. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Verupa en Aalten en Gilsing Herenmode in Didam.